dat was een hele tragische dag geweest. Het was ook nog tweede paasdag. Dat is een verschrikkelijk iets geweest. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de geallieerden de Achterhoek en Twente hebben bevrijd. 1 Twente wil graag bij deze gebeurtenis stilstaan. In deze videoreeks bezoeken wij een aantal plaatsen die op de route liggen die de geallieerden hebben afgelegd om ons te bevrijden. In deze plaatsen praten wij met mensen die een bijzonder verhaal hebben over de bevrijding. Onze eerste stop? Eibergen. Eibergen werd als laatste plaats in de Achterhoek bevrijd. Voor veel mensen was dit een feest, behalve voor het pleegzusje van Henry Achterberg. We zitten hier op een hele bijzondere plek voor u. Kunt u uitleggen waarom we hier zijn? We zitten op de eerste plaats in de Holterhoek. Maar we zitten ook op het mooiste plekje van de Holterhoek. Maar oké, dit heeft natuurlijk een hele achtergrond dat we hier zitten. We moeten even teruggaan naar 1945 en wel tweede paasdag, 2 april. Waar we nu zitten op dit plaatsje stond dus een klein bungalowhuisje. Er waren twee ouderen met een dochtertje vanuit Wieren waren hier naartoe gekomen om de laatste dagen van de oorlog hier in het huisje plaats te nemen. Toen ze hier 2 dagen waren, begon de bevrijding op gang te komen. En de Engelsen en de Canadezen die rukten steeds verder op. En we zitten hier net aan de Duitse grens, 400-500 meter hier vandaan. Dus de hevige gevechten vonden hier dus ook plaats. Maar het ging dus op die middag ging het dus helemaal fout. Heeft schijnbaar hier uit de buurt heeft iemand gezegd van God, in dat zomerhuisje zitten waarschijnlijk nog wat Duitsers, wat Duitse militairen. Nou, die Amerikanen en die Canadezen, die namen geen risico. Die hebben een mitrailleurwagen neergezet hier op de Winterswijkseweg en 1 hierachter aan de Klaverdijk. En die hebben het huisje in 1 keer volop beschoten. Mevrouw Hemmers was op slag dood, lei dus dood in haar bed. En de vader met het dochtertje heeft hier langs de zijkant dekking gezocht tegen het water aan. Toen de beschieting afgelopen was, loopt de vader naar binnen, ziet zijn vrouw dood op bed liggen, pakt nog snel een laken, loopt naar buiten, zwaaien met het witte laken om zich over te geven. Nou, er was dus in de buurt hier grote consternatie. De buren hebben zich ontfermd over de vader en over het kindje. En het lijk wat dus binnen lag van mevrouw Hemmers is dus door de buurt opgehaald, in de kist gelegd en is later begraven in Eibergen. Er moest dus op dat moment voor het kindje moest gezorgd worden. Nou, mijn vader en moeder die woonden hier 400 meter vandaan. En die hebben zich ontfermd over dat kindje. En ze dachten van nou, de eerste weken zou dat heel leuk zijn. Maar het werd 7,5 jaar. Marianne is dus ook voor mij in principe een pleegzus geworden. Helaas is ze voor 2 jaar geleden overleden. En dat heeft ons allemaal heel veel verdriet gedaan. Nee, maar we hebben tot op de dag van vandaag, ze is helaas overleden, altijd contact gehad. En is zij een keer terug geweest naar deze plek? Ja, zij is voor een jaar of, ik hoorde net van de buurman, voor in 2014, dus zeg maar voor 17 jaar terug, zijn we hier met de hele groep geweest. En hebben we een heerlijke middag gehad hier met de familie Speldbrink. En dat was een herinnering. Dat was lachen en huilen tegelijk. Goed, we staan hier bij het herdenkingsmonument in Eibergen. En je ziet het hier achter ons. De verschillende namen die allemaal de laatste jaren erbij gekomen zijn. De burgerslachtoffers en de jodenslachtoffers, die waren in principe vergeten. Mm-hmm. En er is een organisatie geweest in Eibergen die daarvoor gezorgd heeft dat het nu dus helemaal compleet is. Nou, en waar we het vandaag over gehad hebben, over mevrouw Hemmers. Nou, die staat dus hier ook heel mooi erin gegraveerd. Mm-hmm. En dat doet ons echt ontzettend goed. Ja, dit is dan mevrouw Hemmers. En zo zag ze eruit
En dit is het dochtertje wat het overleefd heeft. En u heeft ervoor gezorgd dat haar naam hierop komt staan? Ja, wij waren bezig met de Joodse geschiedenis in Eibergen, de Joodse slachtoffers. En wij meenden dat er te weinig op stond. Ondanks dit, die 47 Joodse mensen die er extra bij kwamen, dienden zich ook nog 4 burgerslachtoffers aan. Onder andere ook mevrouw Hemmes. 2015 is de eerste kransbloemlegging geweest hier. Mm-hmm. Dat was voor ons echt wel als een jonge stichting. De jongste die erbij zit is 26 en de oudste is 84. Dus wij zaten hem echt wel een beetje te bibberen. Wat gaat er gebeuren? Dit is eigenlijk ja, ons monumentje. Ja. Dit hebben wij toch eigenlijk wel neergezet. Ja, wat mooi dat u dan op deze manier de herinnering wel levend houdt.